Is our man toast, madame? Nee, hij is weg. Is hem vaar weg? Hij heeft gezegd dat hem sigaretten ging halen. En is hem al aan weg? Van Verleiwijk is dat raar, hoor. De Hubert die kwam naar loffelijke gewoonten een stuk in de nacht naar Roos, goed in de wind. En zijn vrouw die zat te wachten. Na zag die afdrukken van lippenroet op zijn kook, op zijn vuilhoofd, op de kol van zijn hem. Dat mens weer razend van jaloezie. Die zei, maar na zijn ik het bui, hè. Naast gedaan, hè. Na zijn ik het bui, zijn van Bajaar de tweede viool te spelen. Zei de Hubert de tweede viool? En maar blazen dat je nog in het orkest mag zitten. De Willem die ging zijn vriend te volle verzamen naar de voetbal te gaan. Als ze hem door had gebeld, trok die vrouw die venster open en die zei... Oh Willem, het jaar is al weg. Maar kom even een tasje koffie drinken. Nou, zei de Willem, merci, ik kom juist van tafel. Maar zei ze, kom dan even boven. Nou, merci, zei de Willem, ik kom juist uit mijn bed. De modest die kwam in een deurwaarder thuis om zijn vrouw te betrappen dat ze met een vreemde man in bed lag. Zij zette haar gerecht en die zei, je moet het zelf weten, hè. Maar vergeet niet dat de notto waar dat gaar mee raad van hem komt, hè. Al die meubelen die er staan, komen van hem, hè. En die 1000 frank die ik al alle wijken geef, komen van hem, hè. En de modest die gaat naar dat bed, die dekt die goed toe, die zei, pas op dat hem geen ka pakt. Zo werd er gebeld bij madame Schenkel. Die gaat onder de vuurdeur en die roept, ik kan niet open doen, want ik zit in bed. Is er door een mannenstem die roept terug, madame, je moet open doen, want we zijn hier met een man die is onder de pletwals gerokt. Zij zei, oh, dat is alweer goed zat geweest, hem schoofde maar onder de deur. Mireille, dat is zo een van die maskers die thuis mannen ontvangt, weet je wel? En op een avond wordt er aan haar venster geklopt. Ze doet open en er stond een man voor de deur op 2 krukken. Zijn armen en zijn benen helemaal in de pluster. Zei hij, wat kom de ga je hier doen, vriend? Wat zei hij, zelfs wat dat die andere mannen hier komen doen. Jongen, zei ze, in avond toestand. Dat kan toch niet? Hij zei hem, ze zullen er nogal van verschieten. Bij wat denk je dat ik geklopt heb? Draai dogen ver dat de Leon ging trouwen. Had hem een verkeersongeval. En na juist het lichaamsdeel dat hem voor het huwelijk het eerste nodig had, was het aardigste getroffen. Enfin, nadat ze hem in de kliniek hadden verzorgd, mocht hem naar huis. Maar de dokter had hem gezegd dat dat verband er minstens 2 weken moest aanblijven. 3 dagen na het ding trouwde Leon. Als die 's avonds met zijn vrouw op de kamer komt... En als die haar kleed doortrekt, zei ze, Leon, ga ze naar de eerste man die hem zo zei. Allee, die kleed er verder uit en als ze hem al nokst, zei ze, schatje, dan zei ze, ga de eerste die je dan mag zien. Maar de Leon begint zijn eigen oor te kleden. Die trekt zijn onderbroekje uit, die zei, zei die zei, nog helemaal in de originele verpakking. Een jonge vrouw die ontving de beste vriend van haar man in haar verrukkelijkste negligé. Op de ogenblik dat die 2 in mekaar armen liggen, god een telefoon. Zij pakte een oren af en die zei, ah, ja Frans, ja, ah, allee, dat is goed. Dan wens ik een aangename avond. En die hangt op, zei die vriend, was dat oude man? Ja, zei ze.
Hij zei, wat vroeg hem? Waar zei ze niks? Hij wou me maar verwittigen dat hij vanavond met jou gaat schaken. Twee vrienden, die hangen met een goed stuk in een kroog onder een toeg. En een van die twee die had een kletskop, gelijk een biljaarbol. Hè. Die eerste, die vraagt er zo met zijn hand over. En die zei, godverdikke, hij zei precies de bloote poep van mijn vrouw. En die andere vraagt ook eens over zijn knikker. Die zei, maar joh, nou dat je het zegt, ga gelijk. De Gust, die zat ook in die café. En die was zo onze zuiverting, de Pinkje. Komt de polder binnengelopen. En boven de noos hem zei hij, Gust, Gust, ga naar gaan, Roos. Want de facteur zit weer bij uw vrouw. Zei de Gust, oh, dan neem ik nog tijd. Want die gaat nooit niet voor 12 euro thuis. Er kwam er nog hier binnen. Die gaat recht naar een man die op een toeg stond en die zei... Wel, Maurice, dat is na zeker 6 maanden geleden dat ik al gezien heb. Hij zei, ik herkende nu direct om die paraplu. Zei hij, nou, ja, voor 6 maanden, dan had ik die paraplu nog niet. Nou, nee, zei hij, maar dan had ik hem nog. En dan die met zijn taanpaan. Zijn vriend die zei tegen hem, dat is liefdepaan, man. Als ik dat heb, hè. Dan kon ik een half uur in de armen van mijn vrouw liggen en dat is over. Zei hij met zijn tandpaan, hoor je dat vrouw na? Ja, vrienden, die willen elkaar altijd troosten. Hè. Ze stonden er 2 in een noot te klagen en ze hadden het over hun schoenmoeder. Zei hij in eerste, in de grond is mijn schoenmoeder niet slecht, zei hij. Maar kraag ze er niet in, zei hij, maar kraag ze er niet in. Een grote, alleen zo'n atletisch gebouwde man, die zat ook in een café te schreeuwen. Zijn vriend die vroeg wat dat er scheelt. Wel, zei hij, er juist uit er maar geen oot gemaakt voor Jeannette. En dan allee, dat vindt gelijk als gauw. Gaat hij toch eens gauw kunnen bouwfasen? Ja, zei hij, maar hij is direct gaan lopen. Ja, maar zei hij, nou, de sport vindt gelijk gauw, moet hij toch kunnen inholen? Ja, jongens, zeg, met die smalle rokken kunnen die aard lopen. Op het politiebureau gaat een telefoon. Een cafébos die vraagt politiehulp. De agent van wacht, die wordt er naartoe gestuurd. Dat is na toevallig zo'n heel klaar ventje. Maar praat voor ting, hè, je kent dat. Die komt in het café binnen en die vraagt, moest jij een agent hebben? Zet die boos, ja, zet hem. Die gast hoor, die heeft alleen 21 pinten gedronken en die wil niet betalen. Dat klaagharde vulke zet zijn borst verrot. Die zei, waar zit hij? Zet die cafébos door, zit hem, zei. En die een bewuste vengt terecht. Een man gelijk een klierkas. Allee, het was precies zo'n boom die nooit te grond kwam, zo. Zet dat klaagharde vulke, 21 pinten, hè? Die was in een zak en zei, hoeveel is dat? Zo wou er een agent, een man stond met zijn fiets, die zong er aan de wat. Hij zei, meneer, het is verboden van zonder aan te draaien. Nou, wilt u een vent geestig zijn? En die zei, oh, meneer de agent, ons heer stuurt voor mij. Hij die garde, dat is nog een proces bij, ga mij niet met wieën op je verlozen. Zo wienen met een fameus stuk in zijn kroog, die zwamelde over stroot. En hij vroeg dan een agent de weg naar de Stoosestraat. Zei die garde, en wel, zei hem, ge god hier altijd rechtuur. Rechtuur, zei die zadelen, dan kom ik er nooit niet. Dus hij loopt er in een s'nacht zingend over stroot. Een agent die een oude man vernacht lawaait. En die vroeg, hoe is dat naam? Zei die, Jazes, zonder L. Zei die garde, wat zegde? Hij zei, Jazes, zonder L.
Die garde wil beginnen schraven, die zei. Hoe weet je? En wel zei hem, Jezus, moet zonder L. En die garde maar in Jezus, daar komt toch geen L in? Hij zei, ik zeg het al zo wat hier is. Draaien zatlappen die gingen over een brug. En een van de draaien zwamelt van die brug het water in. Iedere keer dat hij boven water komt, roept hij naar die twee vrienden die over die brugluiding hangen. Hoep, hoep, je gaat niet zwemmen. Je gaat niet zwemmen. Hoep, je gaat niet zwemmen. En die ene bezeten nader en zei, wat houdt hij nou zo lelijk? Waar kunnen toch ook niet zwemmen? Zeggen dan die draaien slakken, die trokken door het oerwoud en die passeren twee beren. Zeggen die beren, wat is je, zei zo rustig? En een van die slakken zei, oh joh, zei ze, de Russen zijn er. En waar hebben we allemaal een eigen oors? Zeggen die beren, wat verdikken dan gewoon mee? Want waar hebben we allemaal een eigen pelse vraag? Na passeren ze twee krokodillen. En die lepen ook mee, want die waren bang voor hun krokodilsakosje. Zing ze eerst een noop in een boom zitten. Zeggen ze, kom, kom, ga mee, want de Russen zijn er. Zei die noop, oh, dat is niks. Ik heb een roet gat, mijn moeder heeft een roet gat, mijn vader heeft een roet gat. Waarom een hele roet gat? Tijdens de manoeuvres in een bos werden de soldaten allemaal op een raag gezet. Die sergeant die roept, fix! Een van die soldaten die stottert te wiepen en met zijn benen te schudden. Die sergeant gaat er naartoe, die zei, hela, wat is dat met jou weer? Sergeant zei hem, excuseert ze, maar dan zijn er twee eekhorkes in de papen van mijn broek gekropen. En zijn, dan zijn die er juist maar neer wat boven tegengekomen. Hoor ik die ene en die andere vragen, wat is het, kroken we zeer of nemen we ze mij naar oost? In Antwerpen was er een noop uit een derentoon ontsnapt. Een man telefoneert dat hem die noop in het stadspark in een boom zag zitten. En vroegen ze aan die mens of dat hem wilde in doel houden dat ze direct iemand gingen sturen. En ja, enkele minuten later komt er een camionetje aan. Daar springt een man uit met een grote noot, een net en een geweer. Je vroeg dan die meneer en zei, wilt u dat bijhouden, meneer? Ik kroop in de boom. Hij zegt, en ik schud zo lang met een boom, totdat de noop rood valt. Hij zegt, dan Lotte, ga direct die nonk los. Die bedt dan de noop zijn geslachtsdeel af. En op dat moment gooit er die net over. En dan hebben we hem. Dan zei die mens, maar voor wat denkt dan dat geweer? Dan zei hij, moest ik niet naar jou wat die een boom vallen voor die noop, dan schiet hij direct die nonk toe. Ja, maar zeg, en dan die man die op de vismarkt staat, die staat er zo aan een krom en die vraagt om die visvrouw, madame, is die vis vars? En die visvrouw zei, vars, meneer, zei de Danny, hij leeft nog. Ja, zei die mens, maar grootmoeder leeft ook nog, maar vars? In een home voor bejaarden lag madame Germain zo, allez, zo een echt fris 75erke in een bain de soleil in de nof. Na schijn de zon zo lekker en ze had haar bretelletjes van haar bain de soleilje afgedaan, een rokje zo hoog mogelijk, omdat ze maar schoon bruin zou worden. Maar dan was ze zo in slaap gevallen. Als ze wakker weer, zag ze haar maar zo rood als een kreft. Dan herinnerde ze haar dat iemand dat gezegd. Als je verbrand bent van de zon, moet je zo gauw mogelijk in het water. Madame Germain direct door een bain de soleil uit en speernokt loopt hij naar de vijver. Een beetje verder op een bank zit meneer Jérôme en meneer Victor
Ze twee Friese waren 70er zo over hun stokske. En meneer Jérôme zo wat baas zingde, die zei... Maar dan aan madame Germaine idee er verbaal heb. Zei Victorio. Zei wat dat een aan jong. Hij ten andere, ik weet het niet. Maar ze zou dat toch eens moeten laten opstraken. Ja. Zo'n man met geweldige zweetvoeten, die je wou een paar neef schone kopen. Als hem in die winkel zijn aanschone nooit trok, veel die verkoopster bekende haar zelf. Hè. Zelfs dat masker aan de kast kon het niet uithouden. En die verwittigde de baas. Die een baas komt erbij, die geeft de rek, die mengt een paar schone. Die zijn manier zet hem die kraai gratis. Maar als het blijft om aan je plezier, moet dat je zo gauw mogelijk ooit met de winkel zet. Als die vengt om de deur is, lost die eruit. Dat klonk daar die winkel gelijk een donderslag. Je droogt zijn eigen noem en zei, kan ik nog een doosje blind verkrijgen? In een kliniek lag een zeeman. En de hoofdzuster, die die man regelmatig verzorgde, die vertelde aan die andere verpleegsters... Ze zei, in die 40 jaar dat ik hier dienst doe, heb ik nu al van alles meegemaakt. Maar dat heb ik nog nooit gezien. Die man is getatoeëerd. Tot zelfs op zijn geslachtsdeel stond zijn naam. Adam. Nou is er zo'n jong verpleegsterke, 19 jaar en een beeld van een kind. Die is er zo curieus naar. En die vraagt altijd maar of dat zaad die man is, mag zo'n jaren. En op een zekere keer krijgt ze de kaas. Als ze terug bij de andere verpleegsters komt, zei ze, zegt ze, dat is waar. Maar dat stond niet op Adam, ze, hè? Amsterdam. Ze. In een restaurant zaten twee Hollanders hun soep te eten. Die serveus passeert hun tafel en die ene vraagt... Juffrouw, heeft u een droog sneetje? Nee, zegt die serveus, dat zijn mijn schone, dat is een krok. Madeleine, dat was ze nogal een pretentieus madammeke. En ook een keer zei ze tegen haar vriendin... Mijn man is naar Parijs geweest. En hij heeft me een chinchilla ondaan gedaan. Zei de ander, oh, zei ze, dat is zo waarig niet. Met een spuit penicilline zit er zo vanaf. Op de verjaardagparty van Robert... gaat om 12 uur al het licht uit. Janine, zijn verloofde... die wordt in de donkere bijt gepakt... en in de kamer op het bed gelegd. En er gebeurde... Allee, wat dat in de donkere al eens meer gebeurd was. En in hun liefderoes, zei zij... Maar, zei ze Robert, zo weet men dat nog nooit bemind. Is dat nou omdat je in vies stemming zei? Zei dat een huis uit hem, dus misschien omdat ik Robert niet zou. Een man die geploogd was met huiduitslag. Die ging naar een dokter. Zei die een dokter, meneer, dat klinkt nou misschien nogal eigenaardig, maar er is nou maar één middel tegen en dat is varse moedermelk drinken. Die mens vertelt dat ook als een vrouw. Die vrouw die zei, ja, zei ze, die madame van die neven, die heeft over 14 dagen een kindje gekocht. Zij vragen er eens. Allee, dan dacht nog ding, wacht die je vengt totdat die man al zo waarlijk is. En die god ter neffen aan die madame zijn uitleg doen. Zei die jonge moeder, maar meneer, zei ze, als ik u daarna kan meehelpen. En die presenteert hem direct die van haar bursten. Allee, als die man er zo'n minuut of vijf had... Allee, ze medicament aan die nemen is. Weer die jonge vrouw een beetje onrustig. Die loert ze wist naar beneden. En die zei, meneer, kan ik misschien nog iets voor u doen?
Die fängt, oh, oh Madame, das ist mir das ums Kind drüber, Schatzchen. An een douanepost, aan de grens, daar komt een jonge dame en die haar valies wordt opengedaan, die een douane, die een alter zeven neef broekje zoet. U zei, hé, wat is dat? Wel, meneer, zei ze, ik ga een week in verlof en dat zie je voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zaterdag en zondag. Ah, zei de douane, ja. Allee, dat is goed, een beetje later komt er een ander weefje. Uit die valies komen vijf neefbroekjes. Zei die in de gewone, gaat u ook in vakantie? Oui, monsieur, zegt ze, à Paris, pour une semaine. Et c'est pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Zei die in de gewone, et samedi et dimanche, alors. En blazen, zei dat kind, samedi et dimanche. Oh là là. Dan komt er nog ding, zo'n... Een mens op jaren, zo'n zwaar lavige madame, zo... En die moet ook een valise open doen. En er komen 12 grote broeken uit. Zei die in de woon, wat jij ook in kon zijn? Ja, zei ze, en dan? Maar zei die, heb je er zoveel broeken voor nodig? Ah ja, zei ze, in januari, februari, maart, april, maart, ja.